geluiden aanpassen op je smartphone. Is het jouw telefoon die belt of die van iemand anders? Veel mensen hebben dezelfde beltoon en dat kan verwarrend zijn. Je kan je beltoon makkelijk veranderen en zo jouw telefoon meteen herkennen. Hallo? Ga daarvoor naar de instellingen van je smartphone. Die vind je onder dit icoontje. Ga in het menu Instellingen naar Geluiden en Trillen. Op een iPhone heet dat Horen en Voelen. Tik nu op Beltoon. Je krijgt nu een lijst met verschillende geluiden. Klik op een titel en je hoort de beltoon. Heb je een leuk geluid gevonden? Het geluidje dat jij aanvinkt is vanaf nu je nieuwe beltoon. Op dezelfde manier kan je ook het geluid van je meldingen veranderen. Dat is het geluid dat je telefoon maakt als je een bericht binnenkrijgt. Bijvoorbeeld via sms, whatsapp of messenger. Ga opnieuw naar de instellingen van je smartphone. Ga in het menu instellingen naar geluiden en trillen. Of op een iPhone naar horen en voelen. Bij de iPhone zie je nu een hele lijst geluiden die je kan aanpassen. Je sms-geluid, agendameldingen, nieuwe e-mails en nog veel meer. Bij een Android-toestel klik je op meldingsgeluid en je krijgt een hele lijst met verschillende geluiden. Klik op een titel en je hoort het geluidje. Heb je een leuk geluid gevonden? De titel die jij aanvinkt, is vanaf nu je berichtengeluid. Veel plezier! Klik mee. Surf mee. Swipe mee. Blijf mee. Iedereen mee. Ontdek meer tips op VRT Max.